Hey mensen van 0203 Michael, welkom bij een nieuwe aflevering van The Walking Dead, episode 4, part 5, en wij gaan hem afmaken vandaag. Ik wil hem vandaag afmaken, ik heb de timer expres laten liggen, ik ga gewoon tot het einde, ik gok dat het ook niet een half uurtje meer gaat duren ofzo, dus... Ja, Ben is de vorige keer dood gegaan, ze verdient de fucking loon, want Katja is dood door hem, Carly is dood door hem, Doug is dood door hem... En het scheelde ook niet veel of het waren er nog meer geweest. Dus, dead motherfucker. Maar goed, we gaan verder. En Kenny wil heel graag naar zijn boot. We hebben alles, dus we kunnen de boot starten. Oh, Mead? Clementine. Oh ja, hoe gaat het met die? Oh, fuck. Clementine. Ze heeft in ieder geval durven schieten, want anders was die zombie nou al omhoog. Ja, Clementine heeft het overleefd. Yay! You made it back. Ja. I would, didn't I? Did you find my parents? No, we didn't. Sorry, sweet pea. I looked for them, but no. Clementine, what happened here? One of those things got inside. It tried to get upstairs. I stopped it. Upstairs? Oh, me. We got more meat. You did good, kiddo. Real good. Hey, what do you say we go check on Omi? Ja, lijkt me een goed idee. Is nog maar goed dat ze niks heeft gevraagd voor Dick. Of voor Dick, Krista? Wat zeg ik? Everything okay? Omi! Dood. Niet? Wel? Hold on. Is he dead? Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him. Dit gaat zo fout. Oh, hij leeft nog. Hey. Back already? Die schrok zich helemaal te apen, zo die Krista. Good. Feel like I could use some. Nom, 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 nom. Where's Ben? Dood! He didn't make it. Verdiende loon. Dumb son of a bitch nearly got us all killed. Lee stepped up and did what he had to. That's what happened. Jee, precies Kenny. Ja, sorry Clem, maar hij verdiende het. She'll be okay. Ja. It's tough on her now, but she'll understand. I did what I had to. She will understand, right? She's gonna have to if she's gonna make it in this world the way it is now. No easy decisions anymore. I'm gonna go start work on the boat. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Yeah. Die schrok ze net ook al helemaal kapot. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Oké. Wat is het, Doc? Dokkie? Listen, man. About what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. Yeah. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination... Do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. Oh? What kind of an offer? Stay. I'll take her off your hands. Nay. Back with me, to my people. We're well supplied, well hidden. Nay. A lot of us have nay. Kids nay. Home. Ze vertrouwt mij. Fallen, we got nothing left to ze blijft hier bij mij. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's nee. What you want for her, isn't it? To be safe?
Ja, ik wil ze, maar niet, ze blijft bij mij. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. Ze vertrouwt mij nu, ze blijft hier. Staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. Ouwe, serieus. That little girl's in my care. Precies. More together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Precies. Take of waar? Of waar? Hé, kom vechten dan. Blijf met je poten voor Clementine af. Die blijft mooi bij mij. En als hij haar sticker erbij zich houdt, dan schiet ik hem direct door zijn kop heen. No fucking way dat ik die nou, nou alles wat we hebben meegemaakt, bijna 4 episodes lang, en dan ineens zeggen van weet je waar, ik geef hem wel af. Kijk, ik zou het doen als ik niet zo'n goede band had met Clementine, maar ze beginnen nou echt heel goed te vertrouwen. Het gaat goed. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Ook dankjewel voor jou. What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Ja, eigenlijk ook wel een goed idee. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me. Sure. You take care of yourself, mommy. Ja, mag. You too, Lee. En het scheelde niet veel of je had al me vermoord toen in die straat, maar nou geef ik ook een kans. Je zie je, dus het is ook andersom. Waarom zou ik het dan weggeven? Precies. Nou, dat was Molly. Jammer, anders had ze misschien de plek van Chuck over kunnen nemen, zodat we evenveel man vertrekken als dat we bijhouden. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Someplace else. Someplace better. Ja, die soort kijk, someplace better, maar. What happened to Ben? What did Kenny mean when he said you did what you had to? Change the subject, wat kan je vertellen? It's not good to dwell on it, Clementine. I want to know what happened. Ben was my friend. I liked him. Maar ik niet. Him, I did too. Niet waar. Yes, to save him. But I had to think about the whole group, not just one person. But I'm just one person. Not to me, you're not. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem. I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Sorry, Clem, maar dat wil ik toch wel vertellen. Anders ga ik. I'm sorry, Clementine. I'm so sorry. Ja, nou begint ze pas verwerken met thuis, want tot nu toe heeft ze altijd nagedacht. Maar trouwens, we weten nog steeds niet wie die vent is uit de van de radio. Dan hoop ik toch wel deze aflevering achter te komen. Zou wel leuk zijn. Hé, hey, hier laten we ook achter. Oh nee, we laten niet achter. We blijven hier zitten. Ja, ja. Oh, we hebben even geslapen op deze bank. Clementine? Wat is het? Clementine? Clemmy? De radio ligt er ook niet meer zeker. Nee, dacht ik al. Sorry trouwens voor de hele even lag. Ik zag even in de ogen dat hij op 12 stond, maar dat duurde heel kort. Want daarna schoot hij meteen weer naar boven.
The morning after. Peel, grapje. Clementine? Clementine! Zijn we er weer kwijt. Lee? God. Wat is het? Toch niet weer iets waar we heel ons druk om maken dat het eind niks is, of wel? Nee, ik denk dat ze achter de ouders aan is. Dat ze toch denkt van, als Lee me niet mee helpt, dan ga ik er achteraan. Wat? Nee, dat is de radio. Fuck. Ik sta al klaar voor een moment van schrik. Het lijkt me echt zo'n moment dat er ineens zo... Nee, niet. Wel, wordt er even geladen. Ik denk dat we erachter gekomen wie het is. Ik wist het! That motherfucker. Ik wist dat ik ging schrikken. En toch... Fucking mother... Ik durfde wel dat jij schrok. Zeg maar een reactie als jullie ook schrokken. Ik wist het. Ik wist dat het ging komen. En nog... Fuck. Ah, nu zit er bloed op het petje. Wat? Nee. Shit, we zijn gebeten, geloof ik, of gekrast. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Ik ga het toch vertellen, anders gaan ze me niet meer vertrouwen. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Vernon heeft er. It's mine. Oh my god. No way. No, no fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon... Vernon heeft haar denk meegenomen. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? I don't know what to do here. I don't even know if I can ask for your help. Lee, we're a team. That's how we've made it this far. We're not going to just abandon you. Even now? Especially now. You've earned that much. Damn straight. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Kijk. Thanks, guys. I appreciate it. Really. Maar we zijn gekrast, dus ik weet niet of het... Always been there for me, Lee. Always had my back when it mattered. What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Yeah, Kenny on a buddy. You can count on me. Okay, guys, we should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. What about the boat? We just gonna leave it unguarded? If someone was gonna take it, they'd have done it already. Besides, what choice do we have? Ja, anders hadden we... Nou denk ik van kut, anders hadden we Ben achter kunnen laten. Maar goed. En met z'n vieren gaan we op zoek. En ondertussen heb ik gewoon eerlijk gezegd van ik ben gebeten. Want als ik het ga verschuizen komen we er toch wel achter op een of andere manier. Dus... Fuck man. Hier zijn ze niet meer, anders hadden we ze al gehoord. Ja. Oh wacht, hebben we dus nog een deur tussen, dus waar. Ik was heel even vergeten. Geef me klappen. Ze zijn hier niet. Fuck. Waar zijn ze? Where the hell are they? Precies. Lijkt me niet uit dat ze nou zeggen, oké, we hebben klappen en we gaan weg hier. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Of course, vergeten we dan wel even dat ik al, maar dat mag niet. Nee. Hier zijn ze niet, wat dan? Fuck. Daar zijn walkers. Ik hoor walkers.
Hoor je? Ik... I fucking knew it! Het is denk ik... koopzondag weer. Snel de deur dicht. Boeken. Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Zo moet je knoppen. Oh. Dat is niet Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. Ja, dat dacht ik al. And you should really watch your tone. Of wat? Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Nou, dan zal ik even goed nadenken. Jij son of a bitch. What the fuckers! Next time! Oh, we krijgen nog eens te zien wat er volgende keer gebeurt. Motherfuckers, nummer. Ik wil weten! Did you kill the boy in the attic? Ja, waarom zou het Kenny laten doen? Ik bedoel, natuurlijk moeten wij dat doen. Maar in ieder geval, dit is dus de aflevering. Oh, de motherfuckers, ik wil doorspelen met 5. Ik wil doorgaan. En jullie, denk ik, zullen meteen over een paar dagen ook die aflevering zien. Maar ik denk dat ik meteen doorga, want nou wil ik door, nou wil ik door. Want dit verhaal is nog niet afgelopen. Oké, even nog een keer de stats. Want ik was eraan begonnen, maar... Oké, tweede was... Did you lie to or threatened Vernon? De grotendeels net als ik waren gewoon eerlijk tegen Vernon. Maar ik vind het nou... Het is niet Vernon die hem heeft. Dat is zeker. Maar wie Clementine wel heeft... Dat is degene die dus nog steeds... Maar... Door. Michael, je raakt afgeleid. Did you bring Clementine with you to Crawford? Waarom zou je hem meenemen? Het is gevaarlijk. Je weet dat er... In dit geval waren er nu zombies, maar... Stel, waren nog wel die anderen. Die hadden mijn kinderen meteen vermoord. Dus daarom zei ik al nee. Did you let Ben fall off the dead? Ja, ik liet hem gaan. Maar gewoon omdat het... Zo, daar kwam iets mee. Daar was geen boer meer. Bijna was... Blah. Maar... did you leave your... Ja, dus grotendeels zegt ook van... We laten het zien. Een heel klein beetje zei van... We laten het niet zien. Maar... Dus blijkbaar... Clementine is... Bij de man die dus via de walkie-talkie altijd tegen haar praten, daar is ze bij. Misschien zijn daar ook haar ouders, want dat zei die de hele tijd. Dus, en zij wou heel graag haar ouders weer zien. Dus ik denk, ik dacht al wel zoiets, maar ja, toen hoorde ik Vernon, dacht, hoi, ja, dat kan ook. Maar Vernon is het dus niet, het is dus een ander iemand wie we nog niet weten wie het is. En we zijn nog lang niet klaar in Savannah. Maar ik vind het wel echt een pokken, sorry, want ik wil nou echt zo, ik ga dadelijk meteen door met opnemen. Normaal zou ik zeggen, ik doe een sessie van 1 aflevering en dat is klaar, maar ik denk dat ik vandaag of morgen sowieso nog verder ga. Het is toch bij mij weer een nieuw weekend nou ik dit opneem, dus en trouwens, er zijn dus mensen die ook echt, ik zag net even een lijstje die de zombie geluiden maakt, die dus de hele tijd bij een microfoon doet. Oké. Dit was dus een best korte aflevering. Maar goed, ja, dat kan ook. Hè. Dat kan ook. Het hoeft niet altijd een lange aflevering te... Nou, we hebben Lee, Clementine, Kenny, Ben, Omid, Krista, Chuck, Molly, Vernon, Brie, Boyd, Clive, Logan, Anna. En dat zijn ze van deze aflevering. En daar zitten dus ook natuurlijk die mensen bij die in deze kamer waar we nu eindigden in het begin zaten. Maar goed, het is verdomme spannend. Jullie moeten nog even wachten. Jullie krijgen hem later te zien. Maar ik ga hem meteen afmaken. Want ik vind hem zo spannend. Ik ga dadelijk door. Ja, ik ga gewoon even 2 sessies meteen bam achter elkaar. Omdat dat gewoon kan. En de volgende keer gaan wij dus verder. En hoe dat zal gaan. Ja, ik zal even nog laten zien. Want ik had nog niet genoemd, ik dacht dat het er nog bij komt van de volgende keer. Maar die kwam er even niet te staan. Episode status. De volgende, ja, overal is dat coming soon, moet je niet opletten. Maar de volgende keer
no fucking time left. Wacht even, ik wil ook dan... naar boven. Ja, die. Zie je, daar heeft hij het wel goed opgeslagen, hè? Dat is heel raar. En hier gaan we dus verder. En het klopt niet helemaal dat die sweater nou niet aan is, maar... Je had er ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen. Maar ja, daar had ze nou zo'n kou geleden, want het is nou bijna winter daar, dus... Daar is ze nou herfst tegen winter aan, dus... Maar, volgende keer, episode 5, no time left. En ik ga daar dadelijk verder. Bedankt voor het kijken, doe even een duimpje omhoog. Abonneer, laat hier in de reacties achter of jij ook schrok van die zombie, ondanks dat jij zeker wist. Want ik weet zeker, iedereen wist dat toen wij naar dat ding toe liepen en uitging... voor dat grijpen tenminste, dacht ik echt van... Bam, dan komt er iets achter ons. En ik pak het op, ik denk, och, er is niks aan de hand. En dan schrik je godverdomme toch! Laat een leuke reactie achter daarover misschien. Abonneer, duimpje omhoog. En ik kijk heel even, want ik heb een nieuw toetsenbord. En daar zijn trouwens de F's. Daarom zie je me altijd zo heel moeilijk kijken. Ik heb een nieuw toetsenbord en de kleine F's, zoals F1 tot en met F12, die bedoel ik. Die zijn zo klein en er staat ook nog eens naast. Dus ik moet altijd goed kijken, F9 en die heb ik nu staan. Ik zeg, wat doei!